Ik ben de grote detective Pikachu. Ik lijk misschien een gewone Pikachu, maar ik ben een grote detective. Hij is weg. Waar is hij nou? Hé, hey, Tim! Ik zit midden in een opname. Wat is er aan de hand? Mijn pudding. Pudding? Pudding, ja. Mijn pudding. Huh? Pudding! Nooit van gehoord? Ja, ik weet wel wat pudding is. Maar wat is er met jouw pudding? Jij hebt hem zeker opgegeten. Weet je wel hoeveel zin ik had om die op te eten? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik zit midden in de opnames van mijn ochtendroutine, oké? Ochtendroutine? Je dagelijkse activiteiten delen is erg populair. Dit wil iedereen vast heel graag zien. Hè? Huh? Is dat zo? Niet van onderwerp veranderen. Jij at mijn pudding op. Ja, maar ik zei toch van niet? Ik heb het niet gedaan. Wie kan hem anders opgegeten hebben? Hm? Ah! Wie ben jij? Ah, dat is mijn vriend Moonslax. Hij helpt mij met de filmopnames. Moonslax? Jij ziet eruit als een Pokémon die erg veel kan eten. Oh, kijk! Hij liet iets vallen. Heb je weer eten in je vacht verstopt? Wacht eens. Is deze banaan niet van ons? Hè? Kom terug! Jonge, jonge. Hij pakte die banaan, maar hij weet niks van jouw pudding. Maar wie kan het dan gedaan hebben? Oh. Ha! Ah! Dit is een zaak voor een grote detective. De pudding is vanochtend verdwenen. Hij moet gepakt zijn toen ik mijn ochtendwandeling maakte. Dus tussen 7:30 en 8:30. En de enige die in deze kamer waren zijn... Tim, ikzelf en Moonslax. Hmm. Oh, jouw ochtendroutine! Je was toch aan het filmen? Ja. Misschien heeft de camera iets opgenomen. Oh. Hmm. Dat is een goed idee. Stop! Kijk hier. Mm-hmm. Jouw pudding staat er op dit moment nog in. Je hebt gelijk. Snel vooruit. Stop! De pudding is weg. Vanaf het moment dat ik de koelkast dicht deed en jij hem opendeed, is de deur niet open geweest. Dat zou betekenen dat de misdaad in de koelkast is gepleegd. Dus het gebeurde in een afgesloten ruimte. Afgesloten? Maar hoe kon de dader hem dan stelen? Dit is voordat de pudding werd gestolen en dit is erna. Er is een verschil. Oké, we doen hem open. Een blikseminggeving! Huh? Heb je het al opgelost? Ja, de dader kon niet weg of zich verstoppen. Dus, de dader zit er nog in. De dader? Wie is het? Dat ben jij! Dat is gewoon een appel. Hij beweegt! Wacht! Dus het was geen appel, maar een Pokémon. Ja,
De dader was een appelin. Die deed alsof die fruit was en hield zich schuil. Die kwam daar vast met het fruit dat we kochten. Koffie smaakt het beste na het oplossen van een zaak. Zeker. Maar Pikachu, hoe kwam je erachter? Het was simpel. Het fruit lag op een andere plaats in de koelkast. Jouw observatievermogen is fantastisch. Ik kan zaken oplossen voor het ontbijt. Nee, je was toch nog bezig met je ontbijt? Vrouw kunnen. En dat is nog steeds onze banaan. Kom, kom, het is goed toch? Wij hebben een nieuwe klant. Huh? Klant? Moenslaks? Er staat ons een drukke dag te wachten, Tim.